Excelsior Maassluis, de nummer 10 dan weliswaar van de tweede divisie. Maar wel in de achtste finale terechtgekomen van de KNVB-beker. Onder andere door in de vorige ronde te winnen van FC Emmen. Het was ook de laatste officiële wedstrijd die Excelsior Maassluis speelde. Rens. Anthony. Tagliafico. Ruimte gemaakt voor het schot. Prima goal. Nico Tagliafico. Het is de 9e minuut. En Ajax op een vroege 1-0. Ja, de backs van Ajax hebben niet zoveel achterin te zoeken. En dus gaan ze vrolijk aanvallend tekeer. En dus de strafschop voor Ajax. Van Axel Dongen. De heup erin gezet door El Baat. Vervolgens afgemaakt nog door Ringeling. Danilo Pereira da Silva. Ofwel Danilo voor de 2-0. Van Leeuwen ging nog naar de goede hoek. Schuurs. Rens. En dit is een mooie actie waarbij Danilo zorgt voor de 3-0. In de 26e minuut. Het is ook niet zo vreemd dat het tempo omhoog gaat. Dan is dat voor alle spelers van Excelsior Maassluis te machtig. Laten we niet vergeten dat een ploeg is die niet in competitieverband actief kan, mag zijn. Anthony. Snelheid er langs en voor. En dan is het 4-0. Dan is het de derde van Danilo. Nou, de wedstrijdbal is al voor hem. Hattrick voor de spits van Ajax. Taylor. Regeer. En het staat 5-0. En zo heeft hij tegen Emma wat ballen eruit kunnen halen. Maar in dit duel tegen Ajax komt Van Leeuwen nauwelijks met zijn hand tegen de bal. En ja, behalve om de bal uit het net te halen. Danilo. Als Danilo er nog een paar meer in schiet, zoals deze bijvoorbeeld, vrij gemakkelijk. Het is zijn vierde van deze wedstrijd, 54e minuut. En dan staat 6-0. Dit is Tagliafico, recht op de keeper af. Berghuis terugleggen, Berghuis terugkrijgen. Nou, kappen draaien, iemand mag die bal wel inschieten en dat is Linsson. Die maakt er dan 7-0 van. En dit is de tweede wedstrijd die de jonge IJslander speelt voor Ajax. En voor de tweede wedstrijd ook scoort hij. Dus 2 goals binnen een half uur. Ajax 1. Robinson. Darami. En die prikt dan de 8-0 binnen. Het is de 66e minuut. Ik kan er nog om lachen, Doken Corneille. En dus staat er 8-0. Met een speler van Ajax op het veld. Univar. Dus is er overleg tussen de medische staf op het veld en de medische staf aan de kant of er gewisseld dient te worden. En Gravenberg gaat komen. En dat wordt dan de 5e wissel bij Ajax. Danilo. Kramp in beide benen. Is dat het euvel? Dat betekent dat Ajax de wedstrijd met 10 man zal uitspelen. Darami voor de volgende treffer. Komt langs de keeper. Vallend en al in de 83e minuut is het 9-0. Darami met zijn tweede van deze wedstrijd. Dit is een mooi moment voor Devin Plank. Vorig jaar had hij last van zijn kuit. Hij dacht misschien nog wel aan een breukje. Maar dat bleek een kwaadaardig gezwel te zijn. Een kwaadaardige tumor. Afgelopen 8-9 maanden heeft hij chemo gehad. En binnen 2 weken hoopt hij te horen dat hij helemaal schoon is. Na alles wat hij heeft meegemaakt de afgelopen maanden is dit zijn terugkeer op de voetbalvelden. En daar is een mooie erehaag gemaakt door de spelers van Excelsior Maassluis. De spelers van Ajax. De knuffel voor Devin Plank omdat die hele groep de afgelopen tijd zo enorm heeft meegeleefd met Plank. En dan is de wedstrijd ook voorbij. Heeft Excelsior Maassluis het voor elkaar gekregen
om het onder de 10 te houden. Want het, daar was de dreiging. Is er de terugkeren, dat is prachtig. Van Devin Plank. Bekert. Ajax natuurlijk moeiteloos verder.